Like with an electric current, we need you to put the lever to the other side. Would you mind doing that for us? Thank you so much. Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend het fietscongres Velocity geopend in Nijmegen. Opening vond plaats bij concertgebouw De Vereniging. Na de opening fietsten de koning en burgemeester Bruls een stukje over het Rijn-Waalpad tussen Nijmegen en Arnhem. Het is heel erg mooi dat de koning ons eer heeft bewezen om dit grootste fietscongres van de wereld in Nijmegen en Arnhem vandaag hier te openen bij ons. Hij had mooi weer bijgebracht, goede stemming. En we hebben ook een goede inkijk kunnen geven wat dit fietscongres betekent, wat van verschillende kanten er aan vast zitten. Ik ga zo meteen terug naar de vereniging, want daar zal onze minister van Verkeer, Melanie Schulz van Hagen, spreken. Dus daar ga ik uiteraard ook even naar luisteren. Vanavond is er bijvoorbeeld nog een grote ontvangst voor alle deelnemers in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dus daar ben ik uiteraard met mijn collega uit Arnhem bij. En we hebben vrijdag sluiten we ook nog af met een grote conferentie van allerlei burgemeesters uit Europa en de wereld over het thema fietsen in steden. Wat kan fietsen betekenen in steden? Dat kan gaan over ons voorbeeld, maar ook voorbeelden van anderen. Nederland en Nijmegen lopen voorop als je het hebt over het gebruik van de fiets. Maar ook wij kunnen nog steeds leren van anderen. En daarvoor hou je zo'n congres natuurlijk. Dus ik ben benieuwd wat vrijdag de conclusies zullen zijn, waar wellicht wij ook nog wat voller mee kunnen doen. Ik denk dat er vooral een heel druk programma zal zijn voor de congresgangers. Die hebben wel honderden bijeenkomsten, 250 sprekers. Dus die hebben een ware uithoudingsslag doen. En daarnaast een paar mooie evenementen. En morgenmiddag kunnen de Nijmegenaren bijvoorbeeld zelf de vereniging bezoeken om daar alle stands te bekijken. Donderdagavond is er een hele grote fietstocht die gaat beginnen bij de Honig starten. Dus iedereen die wil komen, dat kan nog. Ik geloof om een uur of 6, 7 gaan we beginnen. Met andere woorden, er is ook nog wel voor degene die niet de congres bezoekt, maar toch iets wil meepikken, nog volop te beleven.